Welkom bij Maatwerk. Toekomstscenario's voor lokaal bestuur en democratie. Lieve dames, heren, anderen, de gemeente, u dus, staan voor grote opgaven. Denk aan decentralisatie van sociaal en fysiek domein. Aan energietransitie, regionalisering, digitalisering enzovoort. Dus met z'n allen zijn we op zoek naar nieuwe vormen van lokale democratie en bestuur om die uitdaging aan te gaan. En dat vraagt natuurlijk om maatwerk. In Maatwerk verkennen wij toekomstbeelden, nieuwe bestuursvormen en spannende ideeën voor de democratie. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? En wees gerust, wij gaan geen waarheid door uw strot rammen. Er is geen één waarheid. Er is ook geen één manier om democratische vernieuwing en vakmanschap op lokaal niveau toe te passen. Bij elk vraagstuk past weer een ander democratisch proces. Bij elk doel en elke doelgroep zijn er weer verschillende mogelijke instrumenten. Dus de vraag is vooral, wat heeft u nodig voor in uw gemeente? In deze aflevering gaan we het hebben over burgerbestuur. Wat is dat? Heel simpel. Bestuur door burgers en voor burgers. Burgerbestuur gebeurt meestal heel lokaal en op de meest uiteenlopende thema's. Van het beheer van een groenstrook, een dorpswinkel of een zwembad die dan gerund wordt door bewoners. Maar je hebt ook bijvoorbeeld coöperatieve zorgverbanden op buurtniveau. Of collectieven van buren die allemaal duurzame energie willen. Of er dreigt een buurtkroeg te verdwijnen die dan wordt overgenomen door wijkbewoners die nog liever doodgaan dan dat een stamkroeg verdwijnt. Steeds meer burgers pakken een actieve rol in publieke diensten. En het aantal initiatieven groeit. Het codewoord hier is eigenaarschap. Het eigenaarschap over publieke voorzieningen die schuiven in dit geval van gemeente naar de burgers. In Overijssel bijvoorbeeld, de meest gemiddelde provincie van Nederland, heeft de Universiteit Twente een onderzoek gehouden waaruit blijkt dat de steun voor burgerinitiatieven ontzettend groot is. 3 van de 4 ondervraagden is het ermee eens dat de burger meer verantwoordelijkheid moet pakken bij de zorg over hun naasten en hun leefomgeving. Daarnaast geeft 61% aan zich in de toekomst zeker te willen gaan inzetten voor zo'n initiatief. Maar goed, als burgers het allemaal zelf wil afkunnen, waarom zou u er zich dan nog mee gaan bemoeien? Hey, waarom zou u niet lekker gaan liggen in de achtertuin, op een strandstoel? Met een gin tonic en een paar Dirk Jan stripboeken. Zwitser leven. Wel, omdat een burgerbestuur natuurlijk ook vragen en uitdagingen met zich meebrengt. Doe, wat laat je aan de bewoners over en wat ga je zelf doen als gemeente? Wat kan je wel en niet vragen aan zo'n burgerbestuur? Hoe voorkom je dat de dingen gewoon maar op het bordje van de burger gemieterd worden, zodat je zelf als gemeente er niks meer mee moet? Hoe laat je de burger actief meebesturen als het gaat over kwesties die groter zijn dan een braderietje op een dorpsplein met het optreden van tante Anja? Vandaag kijken we naar een paar interessante voorbeelden van burgerbestuur. En vooral de rol van de gemeente daarin. Gewoon om u te inspireren en zodat u kunt kijken wat het beste past bij uw gemeente. En voor het eerste voorbeeld gaan we naar Peel en Maas. In het Limburgse Peel en Maas noemen ze het al 15 jaar zelfsturing. Centraal staan daar 11 vitale dorpsgemeenschappen en die zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun leven en leefomgeving. Gemeenschapsontwikkeling staat daar voorop en de gemeente die faciliteert desgevraagd. Een totaal andere aanpak is het uitdaagrecht. Vind ik zo leuk? Vroeger heette het nog the right to challenge. Hè? Bam! I challenge you, my dear! Oh. Really? Me too? Heb je dat niet? Met het uitdaagrecht kan een groep bewoners de gemeente uitdagen om een lokale publieke voorziening of taak over te nemen. Omdat ze denken dat ze het zelf beter kunnen doen of dat ze het anders willen doen. Hoe cool is dat? Dat kent u natuurlijk al, toch? Maar past u het ook toe in uw gemeente? Sommigen onder u al wel, dat weet ik. Maar de meeste van u blijven nog een beetje bij de pakken neerzitten. En dan is het nu tijd om het te hebben over coöperaties. Je hebt ze namelijk in allerlei soorten en maten, maar wat ze gemeen hebben is dat ze zijn opgericht vanuit de bewoners. In Esbeek bijvoorbeeld is de dorpskroeg overgenomen en in Kessel hebben de bewoners de ruïne van een plaatselijk kasteel, Kasteel de Keverberg, heel mooi trouwens, zelf opgeknapt. Lokaal burgerbestuur kan alle kanten op, maar vandaag wil ik het specifiek gaan hebben over zorgcoöperaties. Mooi voorbeeld is Austerlitz Zort. Een zorgcoöperatie in, u raadt het al, Austerlitz.
Het idee van Austerlitzorg is dat de mensen die zorg nodig hebben, zo lang mogelijk, enigszins zelfstandig, in het dorp kunnen blijven wonen. Zodat ze niet hoeven weggestopt te worden achter geraniums, ergens in een treurige grijze flat in de stad. Wat is er nu zo bijzonder aan Austerlitzorg? Wel, de voorzieningen worden zoveel mogelijk door de bewoners van het dorp zelf gedaan. Ze hebben allemaal dingen bedacht als Austerlitz eet, Austerlitz beweegt, Austerlitz klust, Austerlitz zuigt, stof, Austerlitz stof zuigt. Nee, Antoine, dat werkt niet. Klik maar. De uiteindelijke droom is dat ouderen ook definitief blijven wonen in Austerlitz. En dat er in het dorp zorgwoningen gerealiseerd worden. Daarbij is natuurlijk een goede samenwerking met de gemeente cruciaal. Nu vraagt u mij, Lucas, loopt dat een beetje, dat Austerlitz zorgt? Nou, in dit dorp zijn er op dit moment zoveel vrijwilligers dat er een overschot is. Echt, u hoort het goed. Er zijn daar te veel mensen die willen zuigen. Te veel mensen die willen zorgen. Dat hele Austerlitz zorgt gebeurt in co-creatie met de gemeente. En die woningen die worden binnenkort ook echt gebouwd. En ze heten Hart van Austerlitz. Oh, Antoine, ik zit zo niet in mijn energie, jongen. Ik weet niet wat er is. Heb je een kamilletheetje of zo voor mij? Ah, dank u. Even kalmeren, hè. Ja. Beter, hè, dank je. Goed, we gaan naar het buitenland. Helaas. We gaan naar Engeland. Ah, Engeland. Baken van hoop en vernieuwing als het aankomt op de democratie. Oké, het gaat daar ook soms een beetje mis. Hè? Of ja, eigenlijk heel vaak. Of als we heel eerlijk zijn, ze kunnen maar niks, die Britten. Hè? Niet koken, niet regeren, niet rijden, geen bier tappen. En iedereen heeft er van die platte witte billen. Maar soms doen ze per ongeluk iets goed. En een van die dingen is de flat pack democracy. En die heeft niks met die billen te maken. Hè? Het is niet flat back, het is flat pack democracy. Het idee daarvan is burgers nemen de gemeenteraad over. Dat doen ze zonder politieke partij. Dus het dorpsbestuur bestaat uit een coalitie van onafhankelijke raadsleden die geen partijaffiliatie of uitgesproken ideologie hebben. In plaats daarvan is hun enige doel de hele bevolking te betrekken bij elke keuze die er gemaakt wordt. Een voorbeeld hiervan is Froome. Echt Antoine, serieus, ja? De wielrenner? Je dacht, kan ik een grappig doen of zo? Voilà. Froome is een klein stadje in het zuidwesten van Engeland. En waarom klinkt dat meteen als een ridderverhaal? He? Zet ergens het zuidwesten van Engeland achter en gelijk denk je aan zo'n schildknaap die een zwaard uit de steen komt trekken. Heb je dat niet? Nou. In Froome neemt in 2011 een kleine groep burgers het heft in eigen handen. Voel je dat ridderverhaal al? Het heft in eigen handen en zij starten een vernieuwend project. Ze hebben namelijk al jaren gezeik gehad bij de lokale partijpolitiek, omdat die landelijke partijen heel die partijpolitiek komen domineren. Hè? En de lokale bevolking heeft zoiets van, we hebben hier geen bal te zeggen. Het gaat niet over ons. Dus ze hadden zoiets van, dit moet anders. Ze organiseerden openbare middagen voor de inwoners en kwamen daar tot een idee. Samen richtten ze Independence for Froome op. De IF. En die zal zich gaan bezighouden met wat willen de burgers van Froome nu eigenlijk? Zonder ideologie of partijkleuren. De IF haalde direct een monsterzege bij de verkiezingen van 2011. Echt 10 van de 17 zetels pakten ze. En dankzij hun inclusieve werk en de vernieuwde projecten behaalden ze in 2015 zelfs alle zetels. En bij de verkiezingen in 2019 opnieuw alle zetels. De raadsleden zijn daar dus geen partijpolitici, maar onafhankelijke burgers verbonden aan een ideologieloze lokale partij. Hierdoor worden de beslissingen die in Froome genomen worden altijd ten bate van de mensen die er wonen genomen. Froome is trouwens niet de enige stad in Engeland waar ze dit geflikt hebben. Hè? Ook in Bath en Sutton en Winchester hebben ze de flat pack democracy in praktijk gebracht. En in Nederland dan, Lucas? Ja, Nederland loopt serieus achter. Ik bedoel, je hebt wel een paar initiatiefjes die er een beetje van in het verlengde liggen. Een mooie is bijvoorbeeld Heten Durft. En Heten Durft is een project met een burgerbegroting. De burgerbegroting is ontstaan in Zuid-Amerika en al succesvol ingevoerd in landen als Spanje, Duitsland en België.
En sinds kort wordt de burgerbegroting ook met mondjesmaten in Nederland toegepast. De eerste gemeenten die dit durfden waren Breda, Geffen en Emmen. Ook wel Emmen, Geffen en Breda genoemd. En in de meer radicale kringen Geffen, Breda en Emmen. En sinds kort is er dus ook een burgerbegroting in Heten. Waar komt dat op neer? Het is eigenlijk heel simpel. Wat de naam dus zegt, hè? De inwoners van Heten willen zeggenschap over het budget dat de gemeente besteedt aan hun dorp. Willen ze minder geld naar groen of juist meer? Moet het centrum beter onderhouden worden? Moet er een hijskraan komen om vanaf te bungeejumpen? De Hetenaren kunnen straks zelf in conclaaf of er zoiets moet gebeuren of juist niet. En hoeveel geld erheen moet. Hoe werkt dat? Wel, er is een website en er zijn bijeenkomsten. En via die twee routes kunnen inwoners ideeën aandragen en erover met elkaar in gesprek gaan. Die ideeën krijgen dan een ambtelijke check. Dus van, kan dit wel? Is dit haalbaar? Is dit legaal? En als alles akkoord is, komt dan de beslisronde. Dan kan het plan naar de gemeente en die gaat dan alles uitpluizen en definitief maken. Het unieke is trouwens dat het initiatief voor een burgerbegroting kwam vanuit de dorpsbewoners zelf. En dus niet vanuit de gemeente. Heten durft. Het is nog heel pril. De resultaten zijn er nog niet. Maar ik zou zeggen, hou het in de gaten. Wie weet, voor u. Zo. Dit waren nu een aantal voorbeelden van hoe burgerbestuur in de praktijk heel goed kan werken en vooral heel zinnig kan zijn. Meer nog, het is iets waar de burger in Nederland klaar voor is. De vraag is uw gemeente er ook klaar voor? Hoe gaat u om met burgerbestuur? Zoals altijd is het een kwestie van maatwerk. Kies de vorm die past bij uw gemeente. En eigenlijk is het heel simpel. Je kan als bestuurder of ambtenaar niet alles weten. Lang niet alles. En dat is oké. Maar wie de besluitvorming in sommige gevallen durft over te laten aan zij die er bovenop zitten, de burgers om wie het gaat, die wordt beloond. En zoals Froome laat zien, Antoine alsjeblieft, echt serieus, ik zit er midden in mijn eindspeech, man. De wielren, echt, zorgen zij weg, event. Als je te lang wacht met de burger inspraak en verantwoordelijkheid geven, dan verenigen ze zich zelf. Echt serieus, ze doen het zelf. En ze zetten jou buitenspel. Wat prima is, dat is ook democratie. Maar hoe mooi is het als je als bestuur en inwoners juist de handen ineen kunt slaan? Toch? Als u meer wilt weten over deze initiatieven, kijk dan hier. Mijn naam is Lucas de Man en ik zie u graag bij een volgende maatwerk. Zijn we eruit? Ja? Oké. Zo, jongens. Ah. Dus kun je het heel erg zien? Is het beter, hè? Lieve mensen van de gemeentes, als u na het zien van deze filmpjes nu of heel geïnspireerd bent, of allemaal twijfels en vragen heeft, of u denkt van, ik wil wel, maar hoe? Don't worry, de VNG heeft een menukaart opgesteld voor zowel de beginners als degenen die al wat verder gevorderd zijn, als de experts en iedereen die iets heeft van, help mij dit uit te voeren, want ik wil op maat in mijn gemeente democratievernieuwing toepassen. Dus het enige dat u moet doen is, ga naar de website van de VNG, mail ze en dan komen ze langs. En zodat je iets lekkers hebt, want daar houden ze van.